Het is wel lastig als je elkaars gezicht niet kan zien. Het maakt het ook nog moeilijker om elkaar te verstaan dan als je die mondkapjes, zeg maar, überhaupt die barrière van geluid. Maar ik denk dat dat wel, zeg maar, de voordelen ervan wel het nadeel overtreffen. Breda Nu. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, is vanaf vandaag het dragen van mondkapjes op Breda's middelbare scholen verplicht gesteld. En zo dus ook op het Onze Lieve Vrouwen Lyceum. We hebben daar met elkaar over gesproken. Met alle scholen binnen Breda. En we hebben een eensluidende afspraak gemaakt. Dus iedereen draagt een mondkapje op het moment dat hij zich beweegt door de school. Dus het is niet verplicht in de lokalen. Zodra ze in de lokalen zitten, hoeven ze het mondkapje niet meer te dragen. Ook in de aula niet. Dus als ze lunchen, hoeven ze de mondkapje niet te dragen. Ik vind het een verstandig besluit. Op deze manier hebben we een stuk veiligheid voor iedereen, voor de collega's, voor de leerlingen. Want het blijkt toch lastig die anderhalve meter afstand te behouden, met name ten opzichte van het personeel. Ik vind het eigenlijk wel heel erg goed. Ik had een beetje hiervoor het idee dat school een plek is waar corona niet echt bestaat. Want niemand houdt afstand onderling. Met leraren onderling is dat ook allemaal een beetje lastig. Dus ik heb het idee dat die mondkapjes daar best wel heel erg voor helpen. En sowieso die bescherming, dat vind ik gewoon heel erg fijn. Of het gehandhaafd kan worden, dat gaan we zien de komende weken. Vanochtend zijn we begonnen met dat we bij elk ingang iemand heeft gestaan om even te kijken of er leerlingen zich aan de afspraak hielden. Was er een leerling bij die op dat moment nog geen mondkapje bij zich had, hebben we een mondkapje gegeven. Maar ik heb er alle vertrouwen in, gezien de samenwerking binnen deze school, dat we ook dit met elkaar goed gehandhaafd houden. Het is wel lastig als je elkaars gezicht niet kan zien. Het maakt het ook nog moeilijker om elkaar te verstaan dan als je die mondkapjes, zeg maar, überhaupt die barrière van geluid. Maar ik denk dat dat wel, zeg maar, de voordelen ervan wel het nadeel overtreffen. Als het om nabije toekomst gaat, hoop ik natuurlijk dat het zo snel mogelijk voorbij is. Dat we gewoon weer regulier les kunnen geven, leerlingen in school, collega's voor de klas, samenwerken. En ook dat leraren gewoon tussen de tafeltjes door kunnen lopen, leerlingen individueel kunnen begeleiden. Even iets aanwijzen, even een woordje naar de leerling toe zeggen en op die manier de juiste begeleiding geven. Breda Nu.